de kijkers hebben wel mazzel, want ik heb ontzettend goede haardag. Ja? Ja, nu alleen de inhoud nog. Nou, welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van de Achteruitkijkspiegel met Niek de Boer. Ja, die een ontzettend goede haardag heeft. Ja, zeker ja. Ik zeg het net. Het is echt, het kan veel slechter hoor. Ja, dus ik ben in elk geval prettig om naar te kijken vandaag. Nou, daar kan je niks van zeggen. Nou, nog kijken of het ook een beetje goed gaat komen qua inhoud. Ja. Zullen we het eerst even hebben over waar we in zitten? Nou zeg, dat wel ja. Want is mooi, het hè? Is dus een Jaguar E-Pace. Dit is een Jaguar E-Pace. Ja, nou, wat ik om te beginnen nooit in die auto heb begrepen is waarom noemen ze de elektrische Jaguar, zeg maar de Hippo, die heet I-Pace. Ja. En dit andere model heet E-Pace. Ja. Terwijl je zou zeggen, E is van electric. Ja, dat zou je denken, hè? Maar ze hadden bedacht, op een gegeven moment hadden ze die F-Pace. En voor de E, voor de F in het alfabet komt de E. Ja. Dus dan moet de kleinere variant van de F-Pace moet E-Pace heten. Ja. Maar ja, toen hadden ze een probleem, want toen kwam er iets elektrisch. Maar toen dachten ze, dat noemen we dan I. Want I, dat is helemaal, I is... iPad, iPro en intelligent en zo. Oh, dus ja, vandaar dat ding zo heet. Ja. Dus zo komt dat. Maar weet je wat ik niet begrijp aan deze auto? Wat? Nou, hij zit dus onder de F-Pace. Ja. Vandaar dat het E-Pace heet. Maar als je deze motor neemt, de 2 liter 4-cylinder turbo, dan heb je hem niet met 200 pk in de F-Pace. Deze wel, dat is deze. Maar de 250 pk zit er allebei. En als je dan de grotere auto neemt, dus de F-Pace, dan is die lichter. Ja, dan gaat iets niet goed, hè? dat klopt niet. Nee. En dat is een beetje het verhaal van deze auto. Hij heeft eigenlijk maar één nadeel. Dat is dat die tikkeltje looiig is. Oh ja. Maar dat werkt in eigenlijk alles door. Want deze heeft 200 pk. Maar dan is hij nog steeds niet super snel of zo. Nee. Hij zuipt echt als een ketter. Ik dacht gisteren, ik zet hem in Eco. Ja. En dan zit zo'n Eco-data schermpjes erin. Kun je precies zien hoe je rijdt. En toen had ik een score van 93%. Dus ik had echt netjes gereden. Ja. En dan rijdt hij 1 op 9 volgens de boer. Oh, echt? Oh, god. ja, dat werkt niet helemaal. Nee, natuurlijk. Nee. Altijd als je een iPace ziet, ziet rijden, dan heeft hij een buitenlands kenteken. Is je dat wel eens opgevallen? Nou ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Want omdat hij zwaar is en omdat hij veel uitstoot, is hij dus ook best duur. Weet je wat deze kost? Nou, maar geen idee. We hebben geen elektrische stoelverstelling, geen leer, geen stoelventilatie, heb ik net geen massagefunctie. Ja, ik kan niet automatisch ook mijn stoel verstellen. Nee. Precies, 81.000 euro. Nou, het is eigenlijk te geef, toch? Als je een full options E-Pace neemt met deze motor, dus de basis benzinemotor, dan kun je hem meer dan een ton laten kosten. Ja, ja. En dan heb je een crossovertje van formaat XC40. Ja. Dus, maar daarmee is het wel, vind ik, een echte Jaguar, want een goede Jaguar is een slecht idee. Zo, ja. Die zet ik op een tegeltje. Dit heb je van tevoren bedacht. Nou ja, ik kwam er net op toen we het voorgesprek zaten doen voor deze aflevering. Uh-huh. En toen bedacht ik het ineens dat eigenlijk alle Jaguars die ik leuk vind, die zijn eigenlijk rationeel niet zo sterk. Nee, want jij had het ook over een S-Type R, dat je dat wel een aantrekkelijke auto vond. Ja, nou, aantrekkelijk is niet het goede woord. En toen zei ik, nou, 400 pk voor 3000 euro, dat moet je altijd doen. Precies, ja. Nou ja, en toen bedacht ik... Dat is een goed idee. Dat is met alle Jaguars die mij aanspreken, ook de XJ van een paar generaties geleden, die laatste die eruit zag alsof hij uit de jaren 60 kwam, maar die helemaal van aluminium was. Ja. Ik op de een of andere manier, die auto's die... Ja, dat spreekt me ook echt ontzettend aan, zo'n XJ hoor. Die kunnen mijn sympathie wel wegdragen. Ja. Hey Marco, ik wil je niet opheuwen, maar we hebben niet zo lang. Maar we moeten door. Okay. Want we moeten het ook nog hebben over de nieuwe Seat Leon. Ja. Het eerste wat ik dacht toen ik die auto zag, van het is echt een Ford Focus gewoon. Ik zeg het wel vaker, ook op deze plek, van het wordt allemaal steeds meer generiek. Ja, ik kreeg inderdaad een beetje een Mazda 3 vibe erbij. Okay, ja. Wat op zich een compliment is. In mijn geval, want ik vind het een mooie auto. Mazda 3 is wel een auto die een beetje boven de massa uitsteekt. Ja. Dus die is niet generiek. Nee, dit is een beetje de Mazda 3 Lite. In de zin van, hij lijkt er een beetje op, maar hij is minder uitgesproken. Ja, ja. Dus ja, weet je wat, het moeilijke bij dit soort auto's vind ik dat ik toch een beetje het gevoel krijg dat dit wel... hoe zal ik het zeggen? Een beetje een achterhoede gevecht begint te worden. Het zijn auto's die wel in mijn beleving een beetje geweest zijn met voornamelijk verbrandingsmotoren. En het duurt echt nog wel even voordat we allemaal elektrisch rijden hoor. Daar ben ik me ook echt wel van bewust. Je moet je ook realiseren dat we daar in Nederland wel heel erg mee voorop lopen. Hè? Ik bedoel, zodra je de grens overgaat en in België of Frankrijk gaat kijken, zie je geen enkele elektrische auto meer. Nee, dat is ook helemaal waar. Het zal ook echt nog wel een tijd duren. Maar het is meer, er zit geen verrassing meer in. En dat bedoel ik met achterhoede gevechten. Het zijn allemaal dezelfde
3- en 4-cylinder turbomotoren. En het gaat allemaal hoor. Ze gaan hard zat. Dat is het probleem niet. Nee. Maar ik heb gewoon meer met auto's die wat dapperder zijn. Ik vond de huidige Twingo, dat vond ik echt leuk. Ook een heel slecht idee trouwens, die motor achterin leggen. Want dat betekent dat al je boodschappen warm worden. Ja. Dat is echt waar. Je eitjes zijn zeg maar al zacht gekookt tegen de tijd dat je ze thuis hebt. Ja, dat is ook een concept. Maar, weet je, dat is dan wel... Dan heb ik iets om over te praten. Net als bij deze auto heb ik iets om over te praten. Ja, precies. Ja. En die Leon, ik kan je nu al vertellen hoe het rijdt. Ja. Want ik heb de Golf 8 gereden. Ja. Dus nou... Ja. Het zal best wel op in de buurt te komen. Ik denk dat die 2,4% sportiever is. En weet je, dan heb je het wel zo'n beetje. Maar mensen gaan het wel kopen. Dat denk ik ook. Want hij ziet er best leuk uit. Ja. En dan kunnen we een leuk bruggetje maken naar het volgende onderwerp wat mij betreft. Dat is wel een beetje de verdienste van de scheidend CEO van Seat, die nu naar Renault gaat, Luca de Meo. Over nadat je de Twingo ook noemde. Het is allemaal over nagedacht. Het is één groot vooropgezet plan dit. Ja. Ik denk dat Luca de Meo voor Renault een hele goede CEO is die op het juiste moment komt. Want? En, nou, dat denk ik. Toen hij bij Seat kwam, toen zat Seat een beetje in moeilijk water. Het wilde nooit zo. Het moest de Spaanse Alfa Romeo worden, maar dat geloofde eigenlijk niemand. En de auto's waren tamelijk smaakgevoelig. En ik denk dat waar Luca de Meo heel handig in is... Natuurlijk had hij het economische tijd mee, want er kwam een Tarraco en een ATK en een Arona. En nou ja, dan hoef je niks te doen. Gewoon hier, neem mijn geld, want je hebt een crossover. Ja. Maar hij is heel handig, denk ik, in marketing. Via marketing auto's verkopen. Hij kan het op de een of andere manier zo presenteren... En dat heeft hij met de Fiat 500 ook gedaan. Dat je eigenlijk een auto koopt die in technisch opzicht helemaal niet bijzonder is. Nee. Maar waar je toch een goed gevoel van krijgt. Ja. En dat doet hij met, dat heeft hij denk ik bij Seat ook gedaan. Ja. Waardoor het met Seat een stuk beter gaat. Nogmaals, hij had het economisch tij mee. Ja. Maar Renault zit momenteel op design denk ik best wel goed. Ik hoor eigenlijk nooit iemand die zegt van ik vind het lelijke auto's. Nee, nee. Maar het is wel een beetje geweest. Denk ik dan. Nou ja, dat zijn ook auto's die in technisch opzicht, behalve dan die Twingo, is het allemaal een beetje saaiig, een beetje conventioneel, een beetje generiek. Ja, en als je dan iemand hebt die via marketing dat toch aan de man weet te brengen op grote schaal, dan denk ik dat je wel eens hele goede zaken zou kunnen gaan doen als Renault zijnde. Dat je een Renault koopt en dat de techniek een beetje moi is, maar dat je toch een goed gevoel hebt dat je hem... Exact. Koopt. Dat is wat je zegt. Dat denk ik. Ja. Hoop ik. Oké. Okay. Dus, maar volgens mij heb ik lang genoeg zitten oreren. Ja. Wat heb jij eigenlijk gedaan de afgelopen week? Nou ja, ik ben een rondje door het Zwarte Woud geweest met een Opel Grandland X Hybrid 4. Wauwzers. En ik mij bekroop het gevoel van, ik rijd nu in een auto met 3 motoren aan boord. Dus een benzinemotor en 2 elektromotoren. Ja. Is die auto niet een beetje nodeloos ingewikkeld? Ja. Zo'n ding weegt ook 1700 kilo in plaats van 1400 van een normale Grandland. Nou, alles is relatief. Deze heeft maar 1 motor en die weegt 1800 kilo. Oké, maar het is weer een ander type auto natuurlijk. Maar uiteindelijk kwam ik een beetje tot de conclusie van het komt zeg maar een elektrische Tesla Model Y. En die maakt die auto eigenlijk in één klap overbodig. Ja, ik heb daar een theorie over. Doe eens. Maar dat ga ik wel weer eventjes lekker oreren hoor. Ja, oké. Het lijkt Fidel Castro wel. Ja. Ik denk dat voor heel veel van dat soort fabrikanten het een kwestie is van de investering die ze 10 jaar geleden in de verbrandingsmotor hebben gedaan, zo lang mogelijk laten renderen. Ja, dat klopt. Ja. Terwijl het voor Tesla, die heeft die investering nooit gedaan. Dus die kan in één keer gewoon hop een elektrische auto met fatsoenlijke actieradius en fatsoenlijke laadmogelijkheden in één keer uitrollen. Jij denkt dat de ontwikkelingskosten van de nieuwste generatie verbrandingsmotoren er nog niet uit is. En dat ze daarom uit alle macht die dingen dat maar in auto's blijven plaatsen. Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat een business case is. Mm-hmm. Waarin de investering zoveel mogelijk terugverdiend moet worden. Want je maakt mij echt niet wijs. Kijk, de Tesla Model S was ontzettend knap. Dat geldt eigenlijk voor alle Tesla's. Mm-hmm. Maar je maakt mij niet wijs dat als je dat voorbeeld hebt... dat Audi 7 jaar later met een e-tron op de markt komt... of 6 jaar later... Ja. Die dan veel minder actieradius heeft... en een minder dekkend laadnetwerk... omdat mensen bij het Volkswagen-concern het niet zouden kunnen. Ja. Nogmaals, Tesla, wat ze doen, is heel knap. Ja. Maar je maakt mij niet wijs dat er niet ook knappe koppen zitten... die dat wel even hadden gekund bij Audi. Ja, een Audi e-tron moet een oninteressante auto zijn. Nou ja... Want je kan er geen winst op maken.
Omdat het een elektrische auto is. Het kan wel, maar het wordt wat lastiger dan bij een... De werkplaats van de dealer krijgt het rustig. Exact. Ja. Nee, ik denk dat ze bewust die elektrische auto nog niet te goed willen maken om de verbrandingsmotor zo lang mogelijk te laten renderen. Ja. Zeker ik vind het een mooie conspiracy. En misschien wordt er dan in Brussel gezegd waar al die regelgeving vandaan komt. Ja jongens, weet je wat? Doe dat maar zo. Dan zingen we het nog wel even 5 of 10 jaar uit met de verbrandingsmotor. Dan is dat nog toegestaan dat je dat verkoopt. Ik denk dat de autolobby best machtig is in Brussel. Ja, ja. En ook wel terecht, want het is natuurlijk een ontzettende banenmotor. Ja, dat is voor een deel ook wel waar. Ja. Aan de andere kant, als je echt fatalistisch bent, zou je kunnen zeggen... ja, maar als we over 100 jaar een onleefbare planeet hebben... dan heeft er niemand meer een business case en een baan. Dus. Ja, ja, nou ja, zo denk ik er niet over. Nee? Nee. Nou, dan zal ik dat ook maar niet doen. Denk ik. Nee. Moeten we verder nog iets behandelen? Ja, je had een Mini Cooper SE op het lijstje staan ook. Ja. Maar ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Een elektrische Mini? Ik vond het een leuke elektrische auto om te rijden. Omdat die voor elektrobegrippen best licht is. Iets van 1300 kilo. Dat is voor een elektrische auto niet heel veel. Nee. Maar 200 kilometer realistische actieradius. Ja, pak je jongen, ik heb 200 pk. Ja. 200 pk verbranding. Tegen 184 pk elektrisch in die Cooper SE. Dan voelt zo'n Cooper al SE al een stuk sneller. Dat is leuk. En omdat hij relatief licht is, gaat hij ook nog best fatsoenlijk de bocht om. Ja. Maar 200 kilometer realistische actieradius in 2020. Ja. Het is dan wat fabrikanten dan roepen is van... ja, maar ja, onze klant die rijdt niet meer dan 100 kilometer op een dag. Dus die heeft eigenlijk niet meer nodig. En dan denk ik... dat vind ik bullshit, want die klant die heeft nu een auto waarmee hij 500 kilometer op een tank kan rijden. En je wil niet dat je volgende auto minder kan dan de auto die je nu hebt. Op elk gebied. Op het gebied van ruimte, op het gebied van prestaties en op het gebied van actieradius. We moeten altijd groeien. Het moet altijd meer en beter. Je moet altijd meer, ja. Okay. Dat zit gewoon vast in de mens. Nou, ik denk dat ik het daar op zich wel mee eens ben. Ja. Zullen we dan daarmee afsluiten met iets waar we mee eens zijn? Ja, ik wil weer naar huis, want de zaterdagochtend moet door. Ja, nee, helemaal goed. Jij gaat iets lekkers maken. Ja. Ik ga niet iets lekkers maken. Wat ga jij doen vandaag? Ik ga genieten van mijn nieuwe winterjas. Is mijn nieuwe winterjas. Nieuwe winterjas. Ja, vind je mooi? Mooie jas, ja. Mijn vrouw vond hem niet zo mooi, want hij heeft een oranje binnenkant. Maar inmiddels is ze eraan gewend. Oké, okay, nou ja. Dat is, Nou, sluiten we daarmee af. Ja, tot volgende week. Tot volgende week.